Wat moet dit verschrikkelijk zuur ook voor jou zijn, Gino Coutinho? Ja, zeker. Ja. Het was echt een wedstrijd waarin je tegen Van Ajax kon, tenminste een punt kon pakken hier thuis. En dat leek er ook, het leek ook te gebeuren, maar helaas. Wat dacht jij in die eerste helft? Spelen we vandaag tegen Jong Ajax? Want ze zijn niet eens in de buurt van mijn goal geweest. Nou ja, ik denk dat het vooral een verdienste van ons was. Ik denk dat we het gewoon heel goed deden. En Ajax had het moeilijk. En gewoon een goede eerste helft van ons. En die lijnen trokken op zich wel redelijk door in de tweede helft. Alleen werd Ajax ook wat sterker en kreeg je het daardoor ook wel wat moeilijker. Wat gebeurt er bij dat tegendoelpunt? Word jij gehinderd? Is het een overtreding op jou ook? Dit weet ik niet. Het is een bal die ertussen. Ik weet niet hoe de scheidsrechter het ziet. Hoe zie jij het? Het is een bal die ertussen valt. Ik denk op het moment dat ik hem raak, kan het andersom een overtreding zijn, maar het kan ook een overtreding van hem zijn. Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Maar ik vind dat moeilijk om te beoordelen. Het is een scheidsrechter voor. Maar het was wel gewoon ongelukkig. Ik bedoel, een bal die ik in feite onderschep, een dieptebal. En dan moeten we alert zijn op de tweede bal. Helaas valt die binnen. En onnodig, hè? Want als je kijkt wat voor een kans jullie zelf hebben gekregen om die voorsprong te nemen, dood en doodzonde. Ja, zeker. Waren een paar goede kansen. Nagelaten. Dan krijg je hem tegen. Heel zuur, ja. Aan de andere kant, ik heb vaker wedstrijden tegen Ajax gezien. Als het zo vaak gebeurt, op deze manier, dan moet dat ook een kwaliteit ergens zijn dan, toch? Als je het zo vaak flikt? Ja, tuurlijk. Het is ook een heel goede ploeg. Het is niet zomaar een topploeg. Je weet dat je gewoon een hele wedstrijd scherp moet zijn. En ook, het is voor maar een klein kantje te krijgen. En het is voor hun al genoeg om te scoren. En dat heb je vandaag gemerkt. Is Excelsior de enige ploeg ook die dit seizoen in de Eredivisie nog niet de nul heeft gehouden? Hoe vervelend is dat voor jou als doelman? En ben je daar überhaupt mee bezig? Eerlijk gezegd niet. Ik ben niet ermee bezig. Maar het is wel lekker. Het is voor een keeper altijd een beloning als je nul houdt. Vandaag was het wel een heel mooi moment geweest om het te doen. Het is zomaar gekund, hè? Ja, inderdaad. Maar dat zie je, weet je. Ja, dan valt die bal net een keer verkeerd. Dan heb je weer niet, maar ik heb liever gewoon dat we winnen en punten pakken dan dat we de nul houden. Ja, als we het ook positief benaderen, dit was ook niet de wedstrijd waarin de punten gepakt moeten worden. Zeker niet als je kijkt naar jullie programma straks na de winterstop. Hè. Dat zijn er vier waarin je het seizoen kan afmaken. Ja, inderdaad. Ik heb liever dat we dan die balletjes hebben die juist voor ons goed vallen. Vandaag denk ik wel dat we hebben kunnen laten zien dat we heel goed kunnen voetballen. En ik hoop dat het na de winterstop ook doorgaat en dan in